Zo, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. In deze video gaan wij een World Cup draft doen. Dit is mijn eerste World Cup draft die ik ga doen. En we gaan natuurlijk... We gaan voor goud. We breken die hele tent af. Let's go! Juist, we gaan gewoon volaan voor goud. Ik wil gewoon winnen, want ik ben in de winning mood. Zeker in de World Cup. Want als je ze bovenin kan zien, 12-0-0 is mijn record momenteel. Dus dat gaat lekker. Maar goed, we moeten dit maar even waarmaken. We krijgen ten eerste al gewoon echt 5 shit opstellingen hier. 4-5-1 kies ik dan maar. Omdat je, ja, de rest was of 5 of 3 verdedigers. En er was nog een andere 4-3-1-2 of zo. Daar heb je geen buitenspelers. En je krijgt natuurlijk altijd buitenspelers in draft. En goeie ook. Kijk hier maar Messi. En die kiezen wij natuurlijk. We kiezen Lionel Messi als captain. Nou, vervolgens speel ik dit allemaal een beetje versneld af. Jongens, ik wil jullie even vragen. Doe even een duimpje omhoog voor deze video. Zou ik enorm fijn vinden als jullie dat willen doen. Ben je nieuw? Abonneer dan even. Zou ik ook leuk vinden. Mocht je wat te melden hebben in de comments graag. Bijvoorbeeld als jij hier ook ziet dat ik een speler kies waar je het gewoon echt totaal niet mee eens bent. Laat het even weten. Ik ben wel erg benieuwd. We zijn hier natuurlijk gewoon eerst de basisopstelling aan het doen. Er komen natuurlijk ook weer allemaal shit spelers naar voren. Maar hier gelukkig wel een icon. Ik kies Okocha. Dan gaan we hier kiezen voor... ja. Perisic of Draxler, denk ik. Perisic kies ik dan maar. Waarom? Geen idee. Gewoon omdat hij de beste stats heeft, denk ik. Hopen op beter. Dan gaan we hier voor een centrale middenvelder. En ja, dan kies ik Modric. Gewoon omdat Modric gewoon een beest is. Alleen niet verdedigend gezien. Dus dat kan wel eens een probleem worden. Marcelo, beste linksback natuurlijk, die je maar kan hebben. Dan gaan we hier voor Miranda. Die linkt goed met Marcelo. Dan gaan we hier kiezen... Ja, ik zat eerst voor Marquinhos, maar toen zag ik Pujol ineens. Ik denk, ja, een icon, die kan je niet laten schieten. Die moet je natuurlijk gewoon altijd nemen. Dan rechtsachter Arias, want die linkt goed met Messi. En dan gaan we hier een keeper kiezen. Ja, dus zat ik te twijfelen. Ik kan Neuer kiezen, maar die haalt natuurlijk niet de volle chemistry. Romero wel, en dat was echt gewoon echt een kutkeuze. Maar op dat moment koos ik voor de chemistry en niet voor de beste keeper. En ik twijfel nog steeds of dat de beste keuze was. En dan had ik hier toch maar voor Lloris gekozen. Gewoon omdat het toch ook gewoon een goede keeper is en wellicht. Dat we die dan gewoon in kunnen brengen. Of misschien achteraf beter toch Neuer kunnen nemen. Maar goed, dat zijn keuzes. En achteraf heb je wel een spijt van de keuze. Dat gebeurt nou eenmaal. Maar goed, we kunnen hier kiezen voor Pelé. En die kiezen wij natuurlijk. En verder gaan wij hier over Goretzka. Is natuurlijk gewoon een prima allround middenvelder die er altijd bij moet hebben. Neymar zit er hier tussen. Dat is lekker. Dan hebben we eindelijk een goede linksbuiten die ook nog eens goed linkt met Marcelo. Dan, ja, wat moet je hier kiezen? Gaetan dan maar. Tyson, maar vanwege zijn snelheid kan misschien nog handig zijn. Salah natuurlijk, ja ja, de Egyptian King, die gaan wij natuurlijk kiezen. En Hero, ja, mijn all-time favorite, Werner. Nee, niet all-time favorite, maar wel echt fan van hem, ook in deze game. Werner, fijne speler, dus die kiezen wij gewoon. Dan kiezen wij voor Eriksen en als laatste voor Callejon, gewoon vanwege zijn snelheid. Dus, nou, dit zijn de spelers dan die ik allemaal heb. Gaan we eens even een opstelling maken. Pelé er natuurlijk in. Dan heb ik eigenlijk als enige goede spits Werner, dus die gaat er dan maar in. Neymar links, Messi rechts, Modric op het middenveld en verdedigend, ja, dan Arias, Pujol, Miranda en Marcelo. En op doel zat ik dus te twijfelen, zal ik Moreiro doen of zal ik Lloris doen? Chemistry is natuurlijk niet ideaal met Lloris erin, dus besloot ik maar gewoon om toch met Romero te starten. Dat zal je zo meteen zien. Verder nog even de bank invullen. Gewoon de meest snelle spelers erin natuurlijk. Om nog even te kijken of een Braziliaantje middenveld nog wat extra chemistry brengt. Maar dat was niet het geval. Helaas, helaas. Dus besloot ik toch uiteindelijk maar om Lloris uit het doel te halen. En Romero voor hem in de plaats erin te zetten. Nou, dan gaan we naar de eerste wedstrijd toe zometeen. Hier heb je natuurlijk gewoon ja, het overzicht van mijn team. 97 chemistry in totaal. Dus dat is lekker. Oh ja, we kunnen natuurlijk nog een trainer kiezen. Dat is waar ook. Nou, doe San Paoli maar. Waarom ook niet? We hebben toch genoeg Zuid-Amerikanen. En dan kan je hier zien het resultaat. We hebben 189 gehaald. Dat is toch volgens mij vrij netjes. En dan gaan we de eerste wedstrijd spelen tegen dit team. Ook Messi, ook Neymar van in de spits. Matheus, Deco en Blanc als icons. En hij heeft wel Neuer in de goal. We gaan alle goals laten zien. En dan kan je vast verklappen, het worden aardig wat goals. Hier ook Marcelo van mij maakt een overtreding op Messi.
Het was niet een hele handige sliding, maar goed, ik dacht hij gaat schieten en dan kan ik hem blokken. Hij schoot niet en ik haal hem dus gewoon vol onderuit. Messi Hero gaat die bal schieten. En je raadt het al, jawel, die gaat erin. Volgens mij is dit letterlijk de eerste directe vrije trap die er in één keer ingaat tegen mij. Voor heb ik ook nog nooit een vrije trap in één keer gescoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, we gaan gewoon verder. Hier is Werner en die prikt die bal er natuurlijk in. En het is 1-1. Maar goed, daar komt hij weer in de aanval met Farfan met een goed schot. En dan komen we gewoon weer achter. En dat is zonde. Maar goed, we gaan gewoon lekker verder. Breken die tent af! Want ja, jongens, hoppatee. Werner Hero met de goede bal op Okocha. En het is 2-2. Dan hij weer in de aanval. Paulinho, Deco, allemaal in de goede combinatie. Mijn verdediger die maakt gewoon een sliding en hij slijt voorbij de bal. En hij komt weer op voorsprong. Maar dan heb ik hier een gelukje met Neymar. Die scoort de 3-3. Jongens, het is echt één grote doelpunt te verstaan, Hero. Hero is dan weer Neymar en het is 4-3. Dan hebben we hier Marcelo in de aanval voor hem. Marcelo vindt Sané, die inmiddels is ingevallen, maakt er 4-4 van. En ja, uiteindelijk wordt het verlenging. En ik ging hem al een beetje knijpen, want ik ben niet zo heel goed in penalties. Maar hier is Salah, jongen. Salah, de Egyptische koning op snelheid langs de zijkant. Salah komt de 16 binnen, houdt het overzicht. En Bele, die scoort. De winnende in de blessuretijd van de verlenging. En zo ga ik toch nog door naar de volgende ronde. Gelukkig maar, want de eerste ronde eruit zou niet best geweest zijn. Dan komen we tegen dit team met maar liefst 4 icons. Hoe krijgt die gast het voor elkaar? 4 icons. Maar goed, we gaan gewoon. Ga voor goud! Hoppatee, Werner. Maar die schiet hem er niet in. Dan Modric pakt de bal hier terug op Neymar. Neymar op Okocha. En die schiet die bal er wel in. En zo komen wij op een voorsprong. Maar hier, goede combinatie van hem. Maradona en Henry combineren er makkelijk tussendoor. Prima goal gemaakt door hem. Of haar. Het zou ook een haar kunnen zijn natuurlijk. Hè? Maar goed. Het is dus 1-1. Dan Okocha hier met een prachtige beweging. En langs de keeper. En het is weer een voorsprongetje. Jawel. 1-2. Bam. Dan Maradona Hero met een goed schot. En het is weer 2-2. Jongens, waarom elke keer toch weer die achter... Of waarom komt hij elke keer weer gelijk? De doelpunten die blijven maar gaan. Neymar hier dan helemaal vrij. Schiet een buitenkantje rechts in de verre hoek. Prachtige goal. En het is weer een voorsprong. Maar je raadt het alweer. Messi, hoppatee, bam. 3-3. Jongens, dit is echt billenknijpen als je dit zit te spelen. Er wordt zoveel gescoord. Je kan niet even relaxed zitten. Want dan vallen de doelpunten weer om je oren. Maar goed, uiteindelijk winnen we die pot wel met 4-3. Zoals je kon zien. Dan komen wij dus in de kwartfinale tegen dit team. Hij heeft dan maar weer 2 icons. Jurgen in de spits. Die wisselde die trouwens direct voor Messi. En hier is het Henry die een doelpunt maakt. Dan ben ik hier in de aanval. Messi hier ook. Goede beweging. Legt hem af op Neymar. En Neymar schiet hem erin. En het is 1-1. Dan net voor rust hier Neymar weggestuurd door Messi. En die rolt hem natuurlijk af. En zo gaan we met 2-1 voorsprong de rust in. Maar jongens, dan gebeurt er iets bizars. Niet te geloven. Hier Romero. Ik denk ik speel die bal rustig rechts op mijn bek. En dan doet hij dit. Jeetje mina. En dan vervolgens, als dat nog niet erg genoeg was, denkt Pujol. Nou weet je wat, hier heb je de bal. Hoppatee. En Henry, die kan gewoon op aangegeven van Messi een voorsprong. En zo stonden we 2-1 voor en staan we binnen 5 minuten in-game. 3-2 achter. Dat was dat nog niet erg genoeg. Maar Messi hier ook wel echt een hele mooie goal. Eerlijk is eerlijk. Staan we 4-2 achter. Maar jongens, hoppatee. Niet inkakken. Doorpakken. Bijpakken. We maken de 4-3. En we kunnen gewoon nog doorgaan. Maar dan is kut Messi daar weer. En Okocha in de rebound. Die scoort. Maar goed, we geven niet op. We gaan gewoon door. Breng die hele tent op! Modric hier op Pele. Pele schiet en die scoort de 4-5. Maar het was helaas niet meer genoeg. Ik scoorde niet meer, hij scoorde niet meer. En zo stranden wij dus in de halve finale. Heb ik 2 overwinningen gehaald. Wat toch eigenlijk wel een klein beetje ja, zuur is. Vooral de manier waarop die 2 tegendoelpunten. Jongens, ik kan er eigenlijk nog steeds wel een beetje van balen. Maar het is niet anders. Zo is het spel. Er zit af en toe een foutje in. En dit zijn de rewards die ik heb gekregen. In deze in ieder geval borden. Maar het is Alisson, keeper waar ik niet zoveel aan heb. Plus dat ik hem al had. Dus die gaat bij de duplicates. En verder is het gewoon echt een kutpakje. Dus daar hebben we niks aan. Dan gaan wij eens even
kijken. Want ja, de rewards waren, om eerlijk te zijn, het was gewoon een normaal FIFA World Cup pack, moet ik zeggen. En verder waren het dan van die pakjes per continent, dat je dan 3 spelers krijgt. En dat waren echt kut continenten. Zoals je hier kan zien, dit is in Afrika, de beste is Moses. Nou, daar hebben we dus al niet zo heel veel aan. Dan het volgende pakje is Noord- en Centraal-Amerika. Nou, voetballen daar goede spelers. Ik kan er even geen een opnoemen. Tenminste, niet goed genoeg voor Infut, voor in mijn team. Dus dat is ook gewoon kloten. Hier, allemaal spelers waar ik nog nooit van gehoord heb. Dus hup, in de club. Die gaan vast een SBC in. Dan gaan wij hier, ja, Afrika Players Pack. Ja, wat kan je daar goed uitpakken? Ik heb echt geen idee, om eerlijk te zijn. Maar goed, ja, Salah zou fijn zijn. Maar ja, die kan je dan ook weer niet linken met iemand of zo. Dus dan moet je hopen op een icon, maar die zit er niet in natuurlijk. En die dan het laatste pakje gaan we openen. Kan je alvast verklappen, zit er ook geen kloten in. Het is allemaal een ellende, maar goed. Het was wel leuk om een keer gedaan te hebben. Jongens, heb je nog geen duimpje omhoog gedaan? Doe dat dan alsnog even voor mij. Zou ik erg fijn vinden. En laat even weten wat je hiervan vond. En moet ik dit eventueel vaker doen? Nou... Wat ik al zei, einde video. Hartstikke bedankt voor het kijken. Heb een fijne dag verder. Later.